Arkin bestaat sinds 2008 en is een fusie van Jelinek Mentrum en AMC De Meren. De zorg wordt aangeboden in 8 servicemerken. Jaarlijks worden bij Arkin ongeveer 35.000 cliënten behandeld. De zorg wordt aangeboden over 50 locaties en er zijn ook 12 klinieken waar mensen voor korte of langere tijd opgenomen kunnen worden. De verblijfsduur is afhankelijk van de problematiek. Bij Arkin werken ongeveer 3600 medewerkers en de jaaromzet is ongeveer 200 miljoen euro. Mijn rol is hoofd van de IT-afdeling. En de IT-afdeling is verantwoordelijk voor het beheer van alle informatiesystemen. De informatiesystemen moeten 24/7 beschikbaar zijn. Daarnaast werken we nauw samen met de afdeling informatiemanagement in het continu verbeteren van alle systemen. In de komende jaren zal Arkin zich nog meer gaan toeleggen op het behandelen van meervoudige problematiek en specialistische aandoeningen. Tegelijkertijd gaan we stappen nemen om de klinische behandeling voor een aantal doelgroepen aanzienlijk te verkorten. Onder andere door het intensiveren van de ambulante zorg, waar dit kan. Onze zorgprogramma's worden zo doelmatig mogelijk ingezet en de integratie van technologische mogelijkheden zoals geïntegreerde internetbehandelingen en zorg op afstand staat hoog op onze agenda. Dat laatste geldt ook voor de cliëntenparticipatie en de rol van naastbetrokkenen. Een van de belangrijkste strategische ontwikkelingen is de ambulantisering van de zorg. Arkin maakt hiervoor gebruik van diverse NetIQ producten zoals NetIQ Identity Manager en NetIQ Access Manager. De belangrijkste reden om te kiezen voor NetIQ is dat de NetIQ producten uitstekend passen bij de ondersteuning van onze bedrijfsprocessen. Daarnaast hebben de producten van NetIQ een goede total cost of ownership. Arkin heeft een jaarlange samenwerking met partner TMDI. TMDI ondersteunt Arkin met advies, implementatie en beheer van NetIQ oplossingen. Door nu meer focus aan te brengen, kan Arkin blijven investeren in de kwaliteit van zorg voor onze cliënten. De innovatieve oplossingen van NetIQ spelen hierbij een belangrijke rol.